In de discussie over het bestaansrecht van de gemeente hoor je heel vaak dat een kleinere gemeente niet zelfstandig kan blijven, omdat zo'n gemeente niet opgewassen is tegen de taken die de gemeente moet verrichten. Maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Wat eigenlijk bepalend is, is hoeveel bestuurskracht heeft zo'n gemeente. Wat kan een gemeente doen aan dienstverlening naar de burgers toe? Hoe sterk kan een gemeente zijn in een regionale discussie met allerlei andere gemeenten? Dat is waar het in wezen om gaat. En nou is de gemeente Haarlem-Lieden is zo'n gemeente die dat prima aan kan. Maar dan moeten we natuurlijk wel keuzes maken, want de wereld verandert en wij zullen mee moeten veranderen. Die keuzes, dat willen we samen met u gaan doen en vastleggen in een structuurvisie. Haarlemmerlieden en Spaarnwoude. Een kleine, groene plattelandsgemeente in een stedelijke regio. Drie kernen, Halfweg, Spaarndam en Haarlemmerlieden, Penningsveer en Spaarnwoude, langs de rand van een groot groen gebied, beter bekend als de Groene Buffer. Een gemeente met ten zuiden van de spoorlijn Haarlem-Amsterdam een stedelijk gebied met bedrijven en woningen en een snelweg die er dwars doorheen loopt. Een zelfstandige gemeente, met een heel eigen karakter, eigenwijs en krachtig en met een belangrijke stem in de regio. De gemeente Haarlemmerlieden en Spaarnwoude maakt zich op voor de structuurvisie, een plan met belangrijke keuzes voor de toekomst, gericht op het jaar 2035. Dat we samen met u, bewoners en belanghebbenden, gaan maken. Wat voor gemeente wil Haarlemmerlieden en Spaarnwoude zijn in 2035? Hoe houden we het gebied groen, maar ook levendig, leefbaar, duurzaam en economisch gezond? Dat zijn vragen waar de structuurvisie een antwoord op geeft. De Groene Buffer is het hart van de gemeente en de verbinding tussen alle dorpen. Nou, we staan hier op de Hoge Spaarndammerdijk. De dijk tussen Spaarndam en Halfweg, wat ons betreft. Dat loopt nog door in Amsterdam. Maar goed, hier is het gedeelte in de gemeente Haarlemmerlieden en Spaarnwoude. Het is gemeentelijk monument. Dat behoort tot de Rijksbufferzone. De Rijksbufferzone is ooit ingesteld om ervoor te zorgen dat de steden Amsterdam en Haarlem niet aan elkaar zouden groeien. Nou, je kunt zien dat het Rijksbufferzonebeleid wat dat betreft succesvol is, want we hebben hier nog een behoorlijk groot open gebied. Het is voor de bedrijven binnen het gebied niet altijd even gemakkelijk om het hoofd boven water te houden. Dus ze zoeken ook wel naar alternatieve functies. Dus een combinatie van agrarische activiteiten met wat recreatie. Het aantal grote evenementen in het park blijft beperkt tot 5 à 6 per jaar. De natuurliefhebbers richten zich vooral op het hart van het gebied. De agrariërs zijn belangrijk omdat ze eigenlijk het landschap in stand houden. Drie prachtige dorpen. Spaarndam, een echt woondorp. Haarlemmerlieden, wat meer agrarisch. En Halfweg, met hier en daar beperkte hoogbouw. De gemeente zet in op het huidige inwoneraantal. Dat is nodig om vergrijzing op te vangen. Dat betekent wel meer woningen. Dit is de nieuwbouw van het plan Spaar naar Buiten. Dat wordt gebouwd op een voormalig bedrijfsterrein van Scheepswerf Stapel. Die zat hier en Volker Steven die zat iets verderop in dit gebied. Het is een gebied van pakweg 14 hectare en er komen ruim 300 woningen, 320 in die buurt. We vinden het als gemeente in elk geval een heel goed plan. Echt bouwlocaties van een omvang van een paar honderd woningen zoals deze, die zijn er niet meer. Oktober, november zullen we de eerste nieuwe bewoners kunnen begroeten. De komende 15 jaar komt de groei van bedrijven vooral door de ontwikkeling van het Sugar City terrein. We staan hier op het vroegere terrein van de suikerfabriek in Halfweg. En die is 10, 15 jaar geleden gesloten. En een projectontwikkelaar is begonnen met allerlei plannen voor het gebied te ontwikkelen. En als eerste heeft hij de oude suikersilo's herbestemd tot kantoor en bedrijfsruimte.
vanwege de externe veiligheid rondom Schiphol is een volledige kantoorontwikkeling niet mogelijk. Nou, ook de oude gebouwen van de suikerfabriek zullen een andere bestemming krijgen. Ook daar zullen bedrijven inkomen, wat andere vorm dan in de silo's. Een casino is wel eens genoemd. In een van de gebouwen die aan het water staat zal een restaurant komen. Een hotelontwikkeling is wel aan gedacht. Detailhandel is ook genoemd voor het hele gebied. Maar het is voor de gemeenschap heel belangrijk dat er een zinvolle bestemming weer aan wordt gegeven. Ik bedoel, het dorp is misschien 20 hectare groot en daarvan maakt dit terrein 10 hectare uit. Dus verhoudingsgewijs is het heel dominant natuurlijk. En is het belangrijk voor de gemeenschap dat er zinvolle dingen gaan gebeuren. Het karakter van Haarlemmerlieden en Spaarnwoude is eeuwenlang bepaald door de strijd tegen het water. Rijnland is de waterbeheerder, dus zorgt ervoor, zoals Rijnland dat zelf altijd zegt, dat we droge voeten houden. Als je extra bebouwing toevoegt, dan wil je in Rijnland ook graag dat er extra oppervlaktewater komt. Dus in die zin heb je altijd heel veel met elkaar te maken. Het omringende water betekent ook cultuurhistorische monumenten. Nou, we zijn dus bij Fort Penningsveer. Het fort maakt deel uit van de Stelling van Amsterdam. Is een belangrijk cultureel erfgoed. Behoort tot, staat op de UNESCO-lijst. En de gemeente is er uiteraard heel zuinig op dat dit fort in stand zal blijven. De eerste spoorlijn in Nederland uit 1839 tussen Haarlem en Amsterdam, met halverwege de plaats Halfweg, loopt voor een groot deel over het grondgebied van de gemeente. Voor de ontwikkeling van het terrein lijkt me ook de komst van het station heel goed. Het station komt op loopafstand, eigenlijk aan de overkant van de Rijksweg loopt de spoorlijn en daar komt ook het station. Dus ik kan me voorstellen dat het voor flink wat bedrijven aantrekkelijk is om personeel, maar ook klanten zo dicht bij een station te kunnen ontvangen. Haarlemmerlieden en Spaarnwoude wordt doorsneden door een aantal zeer drukke autosnelwegen. Die zorgen voor veel geluidsoverlast. Ook Schiphol zorgt met 2 start- en landingsbanen over het grondgebied van de gemeente voor veel overlast van het vliegverkeer. De groei van de luchthaven zal de leefbaarheid verder onder druk zetten. Keuzes maken, daar gaat het de komende maanden over. We gaan ankers slaan om ons prachtige grondgebied in een mede door u gewenste richting te ontwikkelen en de toekomst van het gebied vast te leggen. Die keuzes zijn nodig, nu meer dan ooit. Ook al omdat ons groen sinds kort geen officiële rijksbufferzone meer is. Over die ontwikkeling maken we ons wel zorgen. Het eigendom, het rijkseigendom via Staatsbosbeheer was altijd een belangrijk anker. Maar Staatsbosbeheer moet ook op eigen benen staan, dus die zou ook best eens een keer zin kunnen hebben om lucratieve grondtransacties te kunnen gaan beginnen. Dus je weet het niet. Het is wel wat zorgelijk, ja. De structuurvisie. Samen naar 2035. Denkt u mee? Ontwerpt u mee? Kiest u mee?